je begint zo goed en je geeft op een gegeven moment het heft helemaal uit handen. En ja, dan is het heel zuur. Ja, Sander, eigenlijk een repeterende vraag. Eerste 20 minuten, jullie spelen Roda. Ik wil niet zeggen wat kastje naar de muur, maar jullie hebben ze waar je ze hebben wil. Ja. Krijgen kans op kans op kans. Eén fout achterin en eigenlijk zakt alles weg. Hoe kan dat? Nee, dat klopt. Dan zie je dat we de vastigheden en het durf en de lef, dat we dat kwijtraken. Dat we ook jonge jongens hebben, maar ook gewoon sowieso dat we daarin te weinig doen. En te weinig voor elkaar ook doen om elkaar te helpen, zowel in balbezit als balverlies. En dan worden we onrustig en dan zie je dat... Dat we moeite hebben om met de normale dingen te blijven doen. Ja, je geeft aan onrustig. Waar zit die onrustigheid hem in? Want op zich was er niks aan de hand. Eén klein foutje. Dat is eigenlijk het hele gebeurd. Precies, dat was ook het verhaal. Eén klein foutje. Dus was ook nog buitenspel overigens. Dus dat was wel, balen. Maar goed, neem niet weg dat hun kwamen iets beter in de wedstrijd. Maar er was nog niks aan de hand. Want ze hadden niet echt hele grote kansen. We hadden betere kansen. Voor haar. Reuven, Niemeyer, Achim Morera nog. We hadden goede kansen. We zakken wel ver terug, zeker ook aan de bal, zeker ook tweede helft. Worden we op een gegeven moment worden we heel slordig, balletjes over 5 à 10 meter. Ja, dat moeten we gewoon beter doen. En dat is niet goed genoeg. Ik moet wel zeggen. Ja, je begint zo goed en je geeft op een gegeven moment het heft helemaal uit handen. En dan is het heel zuur. Ja, als je dan kijkt, in de rust is normaal zo'n moment waarvan je zegt, dan kun je misschien de boel een beetje omdraaien. Of in ieder geval weer dat gevoel van die eerste 20 minuten terughalen. Mm-hmm. Ja, niks daarvan was waar, want eigenlijk in het eerste kwartier schiet je jezelf in de voet door weer een fout en de 2-1. Ja. Voor mij was wel weer lichte speler in de lijn van de keeper. Dus ja, voor mij zijn de regels, dan is dat ook gewoon buitenspel. Dus wat dat betreft had ik het wel gevoel dat de eerste twee allebei buitenspel waren. Maar goed, neem niet weg dat wij het gewoon zelf ons tekort hebben gedaan als je zo goed begint. En je laat daarna het heft uit handen halen. Ik denk dat we het nog wel hebben geprobeerd, ook na die 2-1. Alleen, dan komen we er niet echt meer doorheen. En dan gooien we het eigenlijk ook nog een beetje met neven verdedigen 3-1. En dat is teleurstellend. En nou, zo'n leeg stadion, dan hoor je alles. Ik heb heel veelvuldig horen coachen. De dag daarna dan altijd nog een beetje last van de stem, of valt het mee? Ja, op zich wel, maar ja. Je probeert je team en je teamgenoten te helpen en dat is iets wat we allemaal moeten doen. We moeten bezig zijn met elkaar en ik vind dat we te veel juist anderen alleen maar met hunzelf bezig zijn. We moeten juist met elkaar bezig zijn omdat, weet ik veel, rechtsback, als je rechtsbuiten bezig bent met je rechtsbuiten, sta je zelf beter, dus het is makkelijker. Nou ja, dat soort dingen en dat heeft met allerlei posities te maken. Dus je moet elkaar helpen omdat het voor jezelf alleen maar makkelijker maakt. Ja, dat doen we nog te weinig, zeker als het wat minder gaat. Zijn we veel met onszelf bezig. Jullie hopen de play-offs nog te halen. Ja, dan zul je een serie neer moeten zetten. Dat lukt nog niet. Waar zit de ontbrekende schakel hem in? Nee, nou ja, we hebben natuurlijk even een serie neergezet. Dit was een belangrijke wedstrijd. Hè, om aan te sluiten richting boven of in het gedrang te blijven. En we hebben dit examen niet gehaald, dus we blijven in het gedrang. Dus voorlopig moeten we elke wedstrijd bikkelen om punten te sprokkelen. Flink door blijven leren om het volgende examen wel te halen. Uiteraard.